ook een Switch game, hè? Nee. Was gisteren ook Dark Souls aan het spelen met Bas, een vriend van me. Dat was zo'n stukje wat we waar we moesten lopen, maar dat je dan zo'n afgrond hebt. En elke fucking keer tiefde ik de afgrond in. Terwijl het stukje echt makkelijk is om gewoon een heel behoorlijk stuk te skippen. Maar het lukte me gewoon niet. En dan echt, ze waren 10 minuten bezig bij een stuk. En daar was het me dan gelukt, zeg maar, om niet in de afgrond te tieven. Mm-hmm. Ik ga dood, dus ik moest weer helemaal dat stuk teruglopen. Yeah. Tief ik weer de afgrond in. Nice. Echt zo'n... zeker Nando Salt in de chat. Nou, ik was meer echt aan het lachen van hoe onkundig ik ben. Wat verdomme. Oh. Hey, ik ben niet van de Pokémon een naam geven. Alleen als ik een... Alleen als ik een Nuzlocke doe. Dracopult. Voor de volgende Nuzlocke, dan wordt Dreepy een Dracopult. Ja, ik denk alleen niet dat het snel gebeurt dat ik een Dreepy heb in een... Je weet niet. Maar ik ben exact hetzelfde hoor. Ik doe ook nooit nicknames. Ik vind het wel leuk dat je het kan doen, maar... Ik mij heeft het dat ze niet meer, volgens mij tegenwoordig niet meer meteen vragen, zeg maar. Nee, je kan gewoon naar je ding. Ja, je kan gewoon via settings kan je dat uitzetten, inderdaad. Dingen reageren te snel. Dan wordt het maar zo. Goed, welke? Nou, die heb ik al. Waterfall. Magnemite heb ik ook al. Oftewel Magnemite. Glalie heb ik ook al. Floatzel heb ik al. Maat. Pokémon heb ik toch allemaal? Die Dude heb ik ook al. Als ik. Ik ben nu zeg maar op zo'n op zo'n punt gekomen dat ik bij Gen 9 gewoon al die namen ook niet meer weet. Normaal ben ik altijd wel, heb ik al die namen zeg maar wel snel in mijn hoofd, maar dat, bij Gen 9 heb ik dat opgegeven. Nou, ik heb dat al echt vanaf Gen 6 opgegeven. Nee, Gen 5 zelfs. Ja? Oh nee, dat heb ik niet. Ik heb het eigenlijk pas nu sinds Gen 9. Maar dat komt ook omdat er allemaal Pokémon zijn van die bullshit namen, zoals Iron Hands en Iron Bundle en zo. Ja, ik begrijp het. Daar word ik zeer boos van. Woest, zeg maar. Heel erg begrijpelijk. Chonk heb ik al. Ruffle Poon heb ik al. Magneton heb ik al. Maat. Bronzong heb ik al. Oh, Tatsugiri, die zegt super kut. Tatsugiri. De Pokémon zelf niet hoor, maar de Hunt. De Hunt zelf, ja. Durf ik daar uit te stelen? Ik weet het niet, Menti. Swablu, denk ik dat ik die ook. Volgens mij kwam ik die random nog een keer tegen. Swablu. Nou, dat kan ik opnieuw. Hoezo doet hij nou weer op B tijdens de Evo? Dat is niet slim. Ik oef. Ik kan dat nog fixen. Ik ga trouwens even kijken wat de postbode in het brievenbus heeft gestopt. Doe dat maar eens. En ik hoop dat het niet zo'n bonnetje is van de pakketbezorger met we hebben u gemist. Ja. Ik heb gewoon de telefoon al half op. Godverdorie. Godverdorie. Hoe heet die vogel? I'm not sure how the vogel is called. Ik ga het kijken. En dan ga ik dan kijken of ik hem al heb.
Je gelooft het niet. Er is gewoon een brief van mij. Wojo. Even kijken. Maar het is wel van een ministerie van nog iets. Dus. Oh, dat kan nooit goed zijn. Ik had net een boete. Dat is je boete dan voor het feit dat je door rood bent gereden. Nee, die brieven die zien er anders uit. Die hebben zo'n paars randje, want ik had er gisteren een gekregen. Kabooming! Kaboom! Ja, ik heb ook feest. Al. Ik heb er ook eentje ooit eens gekregen. Even kijken, wat is dit? De definitieve berekening van de toeslagen. Nou, dat is altijd gezegd. Ik kreeg die, toen moest ik 1000 euro terugbetaling. Pot voor 3. Ja. U hebt uw toeslag over als voorschot gekregen. Het is berekend. Het bedrag is hetzelfde als het voorschot wat u hebt ontvangen. Nou, er is er toch niks aan de hand. Nee. Mooi. Weg ermee. Weg met die onzin. Onzinnige game. De ministerie van Shiny Hunters. Of van toverkunst. Dat kan ook nog. Oeh. Die vind ik ook wel. Vind ik ook wel toepasselijk. Oh, een Alpha Electabus. Die heb ik nog niet. Electabus. Ja, maar volgens mij blijft die spawnen. Dus ik kijk wel eerst eventjes of ik nog een shiny uit die Doobot kan halen. Als ik zo geen starter shiny heb, dan ga ik wel weer shiny hunten in Gen 9. Nou ja, dan ga ik breeden voor die Rillaboom raid. Ik weet in ieder geval welke mon handig is. Wist je trouwens dat Annihilate best wel goed is? Geloof ik best. Ik zou hem ook best wel graag shiny willen. Ja, hij is wel ziek, shiny. Ik vind hem mooier dan Primeape of Mankey. Ja, maar dat was ook niet zo moeilijk. Jij en Sander, de baas van de ministerie van Shiny Hunters. Sander die verdient echt geen plek in het ministerie van Shiny Hunters. Ja. Nou, er zit potentie in, maar je moet eerst die Shiny Totodile of Bayleaf of Chikorita krijgen. Die Chikorita zou ik toch wel willen. Als hij die krijgt, dan mag hij in het ministerie. Toch? Zeker. Samurott. Misschien dat er nog wat spawnen hierna. Nee. Ik wilde naar de andere kant dodgerollen. Dit wordt een reset. Shiny Swine Up, daar zit. Swine. Wel een Alpha Pilot Swine. Je bent nu een bombeerdeer ding aan het doen. Bombeerdeer. Bombeerdeer. Dat is die gek. Gekke ooievaar is dat. Die hele gekke ooievaar. Kijk. Oh, niet jou, moet zich er ook weer mee bemoeien. Zeg. Oh, er is nog eentje verstopt. Ah, daar. Ik zit in de ministerie van Shiny Hunters. Bosmania. Ja, leugens. Wordt hier gelogen in mijn chat? Wat doen we daarmee? Peter diegene zeggen never! Dat we
Doom bij mij eigenlijk ook een emo door. Never! Never! En dan gewoon een Pikmin. Want ik ben klein mini, dan ben je samen met Sander hoofd van de mini-sterie. Ik ben klein mini. Ja, dan zijn jullie samen, gezamenlijk met een kleine mini-sterie. Huts, huts. Sander is ook zo'n mini-daar. Inderdaad. Nou, ik denk dat dit een reset wordt. Kijk, hebben we nog... Oh, een Tyrant. Niet een Tyrant? Ja, zeker. Pokémon Going. Nog steeds die evolutie krijgen. Tyrant. Voor mijn Dex. Ja, ik moet hem hebben voor mijn Dex. Ook fijn dat het... Ja, zeker voor mijn Dex. Wil je Dex therapy? Nee, van mijn Pokédex ding. Dan kom ik weer in de buurt van de 100%. Maar we do die love ik de 100%. I love in 100% ding. Daarom trophy hunt ik ook op mijn PlayStation. Ik ben wel slim dat ik het niet voor PC trophy hunt. Heb je Uncharted alles voor 100%? Nee, maar ik heb de games wel. Ik was aan 4 was ik met multiplayer begonnen, maar de multiplayer vind ik echt heel kut. De 4 heb ik nooit gespeeld. Ik heb 4 op mijn PC staan. Ah. Ga ik solo doen voor YouTube. Goeie. Ik kijk wel mee, dan weet ik in ieder geval wat ik moet verwachten. Maar ik ben heel slecht normaal in dat soort games. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ja. Het is een beetje net zoals Tomb Raider, maar ja. Neem aan dat je ook geen Tomb Raider hebt gespeeld. Nee, ik vind het ook vet, maar ik ben gewoon heel slecht in shooters en er zit een stuk shooting in. Ja, er zit wel een beetje shooting in, maar niet zoveel volgens mij. Wat is jouw favoriete Pokémon, Tosmania? Die van mij die zit wel in Scarlet en Violet, dat is Murkrow. Hij is lijp. Die is heel lijp, heel lijp. En hij heeft die flavor. Iedereen doet mee. Iedereen doet mee met lijpe Murkrow flavor. Laat het Ali B maar niet weten. De jouwe is Timpel. Oh, nice. Ik hoop eigenlijk wel dat hij in de DLC erbij gaat komen. Maar ik denk het niet, want het is een Gen 5 Pokémon. Ik denk dat ze zo min mogelijk Gen 5 Pokémon gaan toevoegen. Ik dacht... Dat ik wel, jawel, want Seismitoad zit er toch in die DLC. Ja, zit hij erin? Ik dacht dat ik dat gezien, wacht. Dat is kunnen hoor. Ik kijk eventjes Scarlet en Violet DLC. Treasure Wild, Legendary, nieuw Pokémon DLC. Oh, wacht. Dat is stom. Ik moet gewoon naar DLC gaan en dan zie je het. Ja, of Black and White 3 munten, die kan ook nog. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Dat zou wel goed zijn. Ja, dat snap ik. En dan met Unovian Pokémon en Unovian Hoppip bijvoorbeeld. Ja. Oh, zou wel ziek zijn. Kijken. Heel ziek zijn. Nou, van wat er geconfirmed is, staat hij er niet tussen. Maar ik dacht dat ik Seismitoad had gezien, maar misschien dat ik me verkeerd herinner. Dat kan. Ja, ik vergeet wel eens dingetjes. Of dan denk ik, oh, dat was er toch. En dan blijkt het niet zo te zijn. Niet zo? Dat is een limpie. Goeie. Ik krijg nu een bericht. Oh, ik heb mijn PlayStation meegenomen naar mijn vriendin. Dus als je Dark Souls wilt, laat me weten. Dark Souls, ja. Dat is een hele donkere ziel, hè? Dat is helemaal met donkere zielen. Dat is ook die ding waar je eigenlijk bijna altijd lang gedeeld bent. Ja, je gaat wel heel vaak dood. Want, maar als je kan het met z'n tweeën spelen, dus dat is wel vet. Dus wanneer een Dark Souls in Nuzlocke?
Nou, nee. Waarschijnlijk ga ik nog in het tutorial gebied ga ik op dood. Nou, stop. Oh, fuck. En ik ben dood. Ik denk dat de leak waar is over eventueel Gen 5 remake. Is it gaming as bang? Gaming as bang. Wow. Hey, yo. Sandring, we hadden het net over jou. Maar echt. Ja, dit kwam ook. Dit is pas vandaag bedacht, Sandring. Ja. Sorry. Op dit moment bombeer dier. Sorry, Tosmania. Ik dacht dat ik hem had gezien in promotion of footage, maar volgens mij was het Golurk dat ik had gezien. Maar ik kon me de kleur blauw en dan een kikker herinneren. Dat was niet mijn bedoeling. Ja. Ik wil niet lullig doen, maar... Nee, klopt, maar ik dacht dat ik hem had gezien. Vrouwen is vroeg. My B. Over vriendinnen en Sander komt klaar. Oh. Sadding. Maakt niet uit, Sandring. Ik had van het weekend ook weer wat dingetjes met vrouwen. Echt? Ja, ik had een match. Al een tijdje. En ik was ermee aan het praten. En die had wat problemen in haar vorige relatie en zo. En dan ging ze me dat helemaal vertellen. En nou ja, dan toon je er begrip voor natuurlijk, uiteraard. Steel en psychic Tosmania. Ja. En dan laat je een beetje weten dat je er voor haar bent. Voor als je er nog verder over wilt praten of iets anders. Dan zegt ze, oké, is prima. En dan ontmatcht je je. Nice. En dan denk je van, what the fuck? Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Ja, is al een ding. Ja, ik... vrouwen... ik snap ze echt niet. Echt totaal niet. What? Maar ja, mannen snap ik af en toe ook niet. Dus ja. De mensheid. De mensheid snap ik niet. Wauw, ja, praat tegen vrouwen. Ha, hoe doe je dat? Nou, dat moet je niet aan mij vragen. Ik denk dat je er beter aan iemand anders kan vragen. Bijvoorbeeld iemand die al een vriendin heeft. En er zijn er meerdere van die we kennen, Sander, dat weet je. De bombeerdier is niet shiny geworden. Een beetje jammer. Op hoeveel zit ik nou vandaag? 4 of 5? Ik weet het niet meer. 3. Volgens mij 3, toch? Nee. Je had Holpip, je had Tutel, je had... Creepy. Had je er nog één? Faroom. Oh ja, die zag ik ook nogal. Ja, nou, dan zit je op 4. Oké, ik ga wel battelen. Ja. Volgens mij willen ze gewoon dat je alleen maar versieren doet ofzo. Dat je er met pick-up lines gaat komen. En dat ze dan denkt, ik ben gewild. En dan vindt ze het wel best. Dan zeg je, oh nee, toch niet. Ja. Dan is zij zo van, oh nee, toch niet. Maar ja, dat is dan haar ding, I don't know. Arme Sander. Nou, ik zie hoe je Sander lokt, holy crap. Hey, Alomomola raid? Wacht, heb ik Alomomola al? Alolololola mola? Ja, die evaluatie van Lovedisc. Oh nee, toch niet. Oh nee, toch niet. Kijk, gewoon bal gooien.
baby Annabel. Baby born zwemt. Ik heb Alo Momola al. Maat. Oh nee, niet. Ik was gewoon kipging. Ik weet eigenlijk ook niet hoe die er shiny uitziet, maar dat zien we dan wel. Ah, we hebben allemaal medelijden met Sandring. Nelly Kelly, schoenen staan je zo goed. Klip de klemmen voor aan je voet. Oh yeah. Sandring verdient meer. Sandring, schoenen staan je zo goed. Glitter glamour voor Sandring's voet. Oh yeah. Ja, dat zeker, Ring. Oh, ik moet Sander vertellen over die puntensysteem bij mij. Wat? Sandring, moet je even bij mijn chat gaan kijken naar de geluidseffectjes en hoeveel het kost. Dealen boep. Dat klopt. Zou een Alo Momola ding hier moeten zijn, maar er zijn nergens Alo Momola's te bekennen. Ze zijn allemaal pleitels. Ze zijn allemaal Sinjomingon. Inderdaad. Sinjomingon. I can breathe for the first time. Nou, ik heb er nu al geen zin meer in Legends. Oh. Dat is wel waar. Ja, ik krijg gewoon geen shiny starter. Dat is al een zoveelste. Dus ik ga van game wisselen. Ik ga naar Heart Gold, Soul Silver en dan ga ik een shiny totem. Nou, gelijk heb je Sandring. You kijk are the right thing. Wat zei die? Daar kijk dan word ik alleen nog maar DP. Ja, exact Sandring. Ik weet ook hoe het voelt. Want ik zit in dezelfde boot als jij. Waar gaat die boot naartoe? Naar Centraal Station? Naar Centraal Station. Depressiviteit. Nee, dat is altijd. Depressiviteit. Maar goed, we hebben gelukkig nog hele goede vrienden, hè, Sandring. Zolang je die hebt, dan is er niks mis. Nou ja, dan is het niet super erg. Kan altijd nog erger. Depressiviteit. Maar erg. Er is altijd depressiviteit. Wat? Wat van Ernst en Bobby is dat? De Ernst en Bobby. Ja, de Ernst en Bobby. Ernst en Bobby. The freak. Oh, zo mooi. Ik heb nu eindelijk bij abonnementen geen 0 staan. Maar wel 2. Ik heb er 2. 2. Dat vind ik echt heel ziek. Dus wanneer krijg ik betaald van Twitch? dat is als iemand per ongeluk te veel bits heeft gekocht en die je dan bij jou wil doneren. Dat komt. Sandring, je moet ze niet allemaal tegelijk doen. Hij doet ze allemaal tegelijkertijd. Net als de vorige keer. En dat had niemand aan zien komen. Wie had dit zien aankomen? Dit is niet normaal meer. Doe ze dat één voor één, Sandring. Ja. Dan kan je tenminste horen wat er... Dan kan je genieten van je punten die je hebt uitgegeven. Ja, die van jou, die staat er ook tussen. Ach, dat is wel fair. Die is wel leuk. Ik zal even genieten van de kaboom. En nu doet hij 10 keer achter elkaar kaboom. Kaboom, 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 kaboom. Ja, daar gaat hij hoor. Nu daag je me uit. Samen. Ja, Mutt gaat ook doen. Ja. Oh, die was tegelijkertijd. Nice. Zijn ze soul-linked? Ja, ze zijn gesoul-linked.
Dat is wel heftig. Nou, nog één keertje. Kaboom, kaboom. Hij zegt, oké, ik stop. Niet. Dat gaat gewoon door. Ben je nou tegen me aan het liegen? Ja, Sandring is weer aan het liegen. Sandring is... Ik denk dat ik liever een cheater ben dan een leugenaar. Ja. Hoeveel punten heb je nog, Sandring? Ik stopte ook echt niet. 281. Hoeveel heb jij nog, munt? Goed zo, Sandring. Met trots op jou. Dan heeft Nanda weer rust zometeen. Ja. Munt heeft nog 158 punten, dus je kan nog 158 keer kaboom horen. Maar Nando, je bent een leugenaar omdat je tegen mij hebt gelogen. Ja. Ja, dat is waar. Dus dat is eigenlijk slaat nergens op die opmerking die ik maakte. Maar ik heb wel mijn excuses aangeboden. Ja.